stel dat je dus spellen hebt. Als je spellen hebt, dan heb je wel eens van die... dat is tegenwoordig eigenlijk met bijna alle spellen. Is het zo dat je een... hoe heet het ook weer? Zo'n season pass kan hebben. Waar je dan iets van 2 of 3 DLC's voor elkaar kan gaan wat voorspellen. Dan heb je dus een season pass met DLC. Maar mensen zitten wel eens te arguen over kwaliteit van DLC en kwantiteit van die DLC. Want je hebt... Nou, godverdomme. Je hebt zeg maar die... Nou hoor, blijf even staan. Want je hebt dan sommige van die DLC packs die hebben maar 2 DLC, maar andere die hebben dan 5 DLC of iets dergelijks, of misschien soms dan door het hele jaar echt gewoon wel een heleboel DLC, verschillende DLC's. Maar dan zitten ze dus te argue van of ze liever meer DLC willen hebben of iets dergelijks. Alleen ik zat dus na te denken van ik noem even als voorbeeld Call of Duty, omdat die of gewoon veel wat doet die troll hier? Ik noem even Call of Duty omdat die altijd 3 DLC's uitbrengt, maar of 4 zelfs. Maar in ieder geval, ik zat dus te denken, als jij, het maakt niet uit of het Call of Duty is, maar het gaat even om het idee, hè. Als jij nou de Call of Duty multiplayer, als daar DLC bij zit, heb jij dan liever 1 map pack die echt gewoon heel goed is? Of heb je liever 5 map packs die minder goed zijn? Dus ga je dan liever voor kwaliteit of voor kwantiteit? Normaal voor kwantiteit. Voor kwantiteit? Ja, want dat vind ik wel een hele mooie. Ja, dus als jij... Dus... Wat is daar aan dood, denk je? Won't be the last body to fall. Nou, Freelo. Maar er hoort nog meer bij. Stel dat Call of Duty maar 1 map heeft. Dat hij twee multiplayer maps heeft. Ga je dan voor 5 map packs of 1? Oh, dat hij maar 1 map pack überhaupt heeft. Nee, stel dat Call of Duty maar 1 map heeft. Ga je dan voor 1 map de extra bij met hoge kwaliteit of 5 voor minder hoge kwaliteit? Ja, nou wat ik zeg, 5. Ja, dan ga je voor de 5. Maar stel dat Call of Duty nou 100 maps heeft. Ga je dan voor 1 hele goeie of 5 minder goeie? Ik denk dat ik überhaupt er niet aan zou beginnen als ik denk dat heeft. Ja, nee, maar het gaat niet om of Call of Duty is. Het gaat zeg maar even om hoe groot een spel is. Want zeg maar bijvoorbeeld Fallout is veel groter dan dus. Het ligt er gewoon echt heel erg aan. Ik vind het echt een hele slechte, best wel slechte naam in kwaliteit of kwantiteit. Want wat is nou kwaliteit? Kwantiteit is wel duidelijk te zeggen, dus daarom ga altijd voor kwantiteit. Maar wat kwaliteit nou is, nou ja. En nee, maar je bent nog niet bij het einde van mijn vraag. Nou, er zijn heel... Nou, wat is je einde van mijn vraag dan? Ik wilde eigenlijk... Even denken hoor. Wie zit mijn war kapot te maken? Ik weet niet of ik er nog iets bij, maar het gaat om... We gaan op upgrade. Nou, dan gaan we voor Morgana. Oh nee, er komt iemand teleporten en ik ben weg. Ja, wat is dit nou voor... Ze komen ook allebei weer met zo weinig HP weg. Ja, die ward kan ik niet weggaan.
Nee, maar dat komt omdat ik van de week een iemand zei, vraag er echt aan hoe groot de gebieden zijn en zo. Van ja. De DLC's worden allebei ongetwijfeld heel erg goed. Maar dan gaat het er dus echt om van ja, of het wel, zeg maar, het geld net zoveel waard gaat zijn bij deze als die van Dark Souls 2. Omdat je daar dus meer kwantiteit hebt. Want je hebt de... je hebt nu dan natuurlijk ook weer hoe heet dat? De Season Pass. En die is dan net zo duur. Maar daar zit dan dus minder in. En ja, wat dan? Sowieso maar minimaliseren. Ja, ik ga ook niet... Riot krijgt ook geen geld meer. Ik ga de Season Pass sowieso niet kopen, want... Ja, van tevoren weet ik niet of ik het... Van tevoren weet ik nooit of ik bepaalde spellen wel zo... God. Nou, ik ben gemorroomd. Ik kan alweer oud en klik denken. Your ally has been slain. Ik zit ook maar weer wat te doen hoor. To the death with him! To the death with him! Ja, die hoor ik ook, ja. En hoor je daarna nu ook een ally has been slain? Oh, ik heb mijn ulti. Nu gaan ze het beleven. Waarom ben je level 4? Ja, maar ik met zo'n season pass dan koop je dus echt gewoon al maanden van tevoren DLC die er nog niet is. Voor een spel waarvan je nog helemaal niet weet of je het zo lang blijft spelen. Van Dark Souls weet ik wel dat ik die DLC waarschijnlijk ook sowieso wel ga halen. Maar voor de zekerheid, ik koop dat gewoon nooit gelijk. Ten eerste omdat die altijd super duur zijn. En die later, nadat je het spel dan al... Dat je in het hoofdspel al meer dan genoeg hebt gespeeld. Dat je denkt van nou, nu heb ik wel wat nieuws. Dan kun je... Nee. Dat was wel zo'n fucking uber crit van hem, dat ging echt helemaal nergens over. En die ulti van hem heeft echt zoveel range, dat is echt zo irritant om tegen te spelen. Enemy killing spree. Oh, hè. Your turret's been destroyed. Nee, ik wil eigenlijk die skin die deze Rengar heeft, die skin wil ik graag of die Samsung Bind skin. Maar die moet ik dan krijgen. Nee! Oh! Die mensen moeten echt een keer ophouden te healen voor hun support. You have been more... Dit is dan gewoon al de tweede keer dat ik weer doodga en niet een kill heb. Omdat die bitch me... weer moet gaan healen. Nou, wie healt... Roffel. Roffel on the floor. Roffel mouw. Kijk, ben gewoon stoppen. Invisible in later in poep! Maar je bent toch ook Afrika? Nou. Ik ga die dingen even kapot maken. Your inhibitor's been destroyed. Ja!
Maar dat was fucking legit. What the fuck was dat?